Oké, okay, chill. Dit ding. Kijk, en als ik nu rechtwijs opduw. Hey, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Mordu speelt Subnautica. En het is een, vandaag een nieuwe aflevering. En het is nacht. Kijk, hoe doen we het? Dus snel weer naar binnen. En vandaag gaan we weer tegenaan. Ik heb er vet veel zin in. We gaan proberen een basis te bouwen in deze aflevering. Daarvoor moeten nog wel een paar dingen gebeuren. Maar het eerste wat ik ga doen is, ik ga eventjes fixen dat ik wat water heb. Dat klinkt wel bedreigend. Want zoals je ziet, linksonder, ik heb nog maar 22% water. Sustenance, water. En je kan water maken uit die bladderfish. Oh, je hebt alleen... dat is echt super relaxed. Ik dacht dat er ook zout bij moest, maar kennelijk hoeft dat niet. Dus dat maakt echt die bladderfish, ik heb hier nog eentje, maakt ze echt heel waardevol. En deze kun je gewoon... Bam, bam. Oké, kunnen we hier nog eentje van maken. En dan gaat het alweer prima. Het ondertussen wel meer van die visjes blijven vangen, dus kennelijk. Dat is wel belangrijk. Goed te houden. Die. Rup. Prima. Om spullen wegleggen. Waarschijnlijk is het best om echt veel spullen weg te leggen. Hier misschien nog wat in. Nee. Maken we even wat glas hiervan. Misschien niet alles. Weet je, ik moet even zo'n container bouwen. Dat moet ik doen. Zo'n deployable, waterproof locker. Wap. Meer opslagruimte. Yep. Echt mijn stop. Deze leg ik hier op de grond. En dan doen we... Nee, ik wil hem openmaken. God, dit is moeilijk zeg. Oké, we moeten even kijken wat ik kan doen met edit. Nee. Open. There you go. Chill. Prima. Oké, nu lijkt het erop dat het wat geordener is. Goed, wat kunnen we verder nu doen? Ja, wat we dus moeten hebben is zilver. Dan kunnen we verder bouwen. Dus dat betekent dat we moeten duiken. Wow, check die planeet. Nice. Verder is, lijkt er niet zoveel te zijn. Geen land in zicht. Oeh, helder ster. En we hebben al een paar keer een bericht gehad over... Dat deze, dit ruimteschip, ja, het is donker, ik weet het. Dat het ruimteschip instabiel is. Dus misschien moeten we eventjes wachten tot het weer dag is. Ik ga ondertussen wel even kijken of ik nog wat spullen kan vinden. Dat zie ik zo meteen. Oh, volgens mij gaat er iets gebeuren. Oh, zit daar een. Oh jee. Oh, we moeten even een goed punt krijgen om dit punt... krijg om dit te zien. Oh. Zijn we nog op? Wow. Ik kan mijn hele stuk ervan afvliegen. Wat een knal. Awesome. Ja, dat wilde ik niet missen. Oh, hoor je dat getikt? Dat betekent dat het radioactief is. Waarschijnlijk is het niet zo goed om naar dat schip te gaan om spullen te pakken. Omdat er allemaal radioactieve straling van afkomt en weet ik veel wat. Dus ja, maar het is in ieder geval dag, dus dat is goed. Ik heb nog geen zilver gevonden, klopt dat? Nee, wel twee bladderfish, dat is positief. Dat maakt... Dat is toch wel de, voor nu denk ik wel echt de beste bron van water die we kunnen hebben. Maar ja, we zijn op zoek naar... Oh, wacht, kunnen we dit nu scannen? Deze kastjes? Volgens mij wel. Er ligt een soort van kluisjes. Ja, en volgens mij, ik heb nog niet... Ik heb nog ze niet zo goed kunnen onderzoeken. Maar volgens mij, als je die kluisjes scant... Dan kun je daarmee bepaalde research krijgen. Bepaalde onderzoekspunten. En dan kun je denk ik dat gaan bouwen op een gegeven moment. Ja, ik denk dat het zo werkt. Kijk, nu heb ik... Haha, unlocked solar panel. Kijk, dat is awesome. Oh, daar zit een huge monster. Komt hij mijn kant op? Oh, ik heb... En de Seaglide heb ik ook. Seaglide klinkt wel echt... even snel dit pakken. Kopper, oké. Okay. Wegwezen. Seaglide klinkt wel als iets dat ik wil hebben. Dat klinkt een beetje als een soort van... Unit. Oh, maar ik wil eigenlijk helemaal niet naar boven. Ik wil eigenlijk al deze spullen even pakken.
snel naar boven maar. Ja, dat klinkt dus als iets waar je achter kan hangen en dat het dan dat je lekker door de zee in kan glijden. Wie weet wat dat het is. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is wel spannend. Misschien moeten we zomaar even kijken of we dat kunnen bouwen. Ja, we gaan dit wel halen. Ik ga gewoon nog even wat zilver zoeken. Ik heb best wel veel spullen al. Dat gaat wel goed. Ik ga nog even door. Alright guys, volgens mij heb ik spullen bij elkaar geregeld. Gehaald. Ik heb namelijk twee zilveroren gevonden. Dat zijn deze. Super trail. En die kunnen we omzetten in electronics. De wiring kit. Nee, die heb ik niet nodig. Computer chip. Dat is hem. En een batterij. En die batterij, daar hebben we die acid mushrooms voor nodig. Die je kan. Die zijn zo makkelijk te plukken. En dat is relaxed. En als het goed is, dan heb ik nu de spullen om personal tools. De habitat builder te maken. Yes! Het gaat lukken. Het plan voor deze aflevering gaat lukken. We zijn niet eens zo heel lang bezig. Laat ik even wat spullen pakken. Een beetje titanium erbij, een beetje zout weg. En hebben we hier nog glas liggen? Volgens mij wel. Dit is glas. Volgens mij zit hier ook nog wat glas ergens. Denk ik. Ook nee, storage. Nee, wel kwarts. Zit het hierin? Ja, hier zit nog wat glas in. Prima. Oké, laten we kijken. Zullen we hier beneden gaan bouwen? Is dat een goed idee? Oh, er is een nieuw bericht rond. Laten we zo meteen even naar kijken. Lijkt Facebook wel, joh. Waar zullen we gaan bouwen? Wat slim. Moeten we die bouwen? Moeten we niet die bouwen? Ik heb geen idee. Ik denk dat ik gewoon dicht bij mijn pot ga bouwen. En dit ziet er wel uit als een redelijk lege plek. Dus pak mijn bouwmodule. Kies iets om te bouwen. We beginnen met een simpele kamer, heb je dat? Power appliances, miscellaneous. Nee, het staat hier waarschijnlijk. Is het deze? Nee. Dan is het. Ik dacht dat je gewoon zo'n kamer kon bouwen. Nee. Foundation? Laten we foundation. Build first. Oké, prima. Is dit een goede plek voor een foundation? Misschien hier en zo. Ik weet het niet. Zoiets. Oké, en dan zo. Oh, oké. Dus hou je dit ingedrukt, dan bouw je het. Zwing, zwing, zwing. Prima. En als ik dan nog een foundation bouw, snapt die er dan aan? Ja, oh, sweet. Dat is echt relaxed. Dan gaan we dus deze kant op bouwen. Iets omhoog misschien. Hier wil ik hem eigenlijk aan hebben. God, het is nog niet helemaal makkelijk om dit goed te doen. Volgens mij is het zo dat je niet het gelijk. Oh ja, zo. Je moet op het randje mikken. Kijk. 10 seconden? Oh, oké. Oh, we zitten ook echt niet eens super erg onder water. Dat zou wel handig zijn, want we kunnen dus die zonnepanelen bouwen. Ook meer lucht halen. Dus dan is het handig om niet super diep te zitten. Hè? Klinkt wel logisch. Ik zou toch zweren dat ik een kamer kon bouwen vorige keer. Maar ik zie het nu nergens ertussen staan. En dat vind ik echt wel balen. Oh, hier zijn die solarpanels die we geonderzocht hadden. Misschien als ik gewoon een stukje gang bouw. Laten we dit proberen. Oké, zou ik dan zo bouwen? Of moet ik hem misschien gedraaid maken? Oh, het wordt alweer donker. Zo, hallo jongens. Hoe kan ik een stukje draaien dan? Met R misschien. Oké. Laten we het hier doen. I don't know. We hebben gelukkig titanium gespaard. Kan ik het nu bouwen? Nee, ook niet. Zal ik hier dan een hedge opzetten? Oonk. Dus we kunnen wel wat uitgeven. Oké, en nu zou ik hierin kunnen. Yeah! Chill! Kamertje voor mezelf. Rustig. Dat is wel echt leuk. Maar ik dacht dat ik ook een kamer zou kunnen. Laten we nog eventjes doorzoeken daar naartoe. Maar misschien kunnen we al beginnen met het maken van kisten. Dus kunnen die hierin? Dat zijn lockers. Glas en titanium, prima. Dat is wel een van de problemen die we op dit moment hebben. Ja. Kun je hier al lockers bouwen? Wat raar dat je hier kan ademen trouwens. Oh ja, je kan ze gewoon hier op de muur plakken. Heb ik spullen bij me hiervoor?
Nee, moet het met rechtermuis op? Nee. Oh, je hebt hier. Oh, je hebt hier een wire kit en een computer chip en een titanium voor nodig. Maar dat is niet wat er stond, toch? Stond het er wel? Heb ik er gewoon overheen gekeken? Hier, die locker. Oh, we hebben geen zuurstof hier. Oeps. Oeps, dat is ook eigenlijk best wel logisch. Maar ik zag mijn masker niet. Kijk, hier heb ik een masker op. En hier niet. Oh, wel, ik heb wel. Ik zit gewoon te slapen, joh. Oh, dit is een fabricator. Maar dat is niet wat ik wilde. Ik wilde die lockers hebben. Deze. Kun je die hier hebben? Nee. Die zijn te groot of zo, lijkt wel. En hoe kan ik dit deconstructen met Q? Oké, dus dan heb ik gewoon niks uitgegeven. Dat is wel echt chill. Maar ik zou heel graag die lockers bouwen, maar dat gaat dus... Oh, die moeten hier, die moeten gewoon niet tegen de muur aan staan. Dat kunnen we wel proberen. Zo. Blam. Locker. Ja, wow, superveel ruimte. Oh, dat is chill. Dus hier kan ik allemaal spullen in opslaan. Laat ik er nog eentje bouwen. Locker. Goeie kistruimte, dat is belangrijk. Eén ding geleerd heb... Oh, meer titanium nodig. Oké, maakt niet uit. Right, ik ga dat eventjes regelen. Misschien nog wat spullen verhuizen. Dan kunnen we ook van die gekke drijfblokkers af. En dan laat ik zo meteen zien wat het geworden is. Nice. Right, volgens mij moeten we eventjes gaan kijken of we zo'n Seaglight kunnen bouwen. Maar eerst zou ik nog wat dingen scannen. Kunnen we dit nog scannen? Oh, dat heb ik al gescand. Pak het op. Het is belangrijk volgens mij om dingen te scannen, omdat je daardoor ook dingen kan bouwen. Ik hoop dat... Wordt het nou donker? Nee, toch? Volgens mij wordt het donker. Hé, ik had al net dag was geworden. Maar kennelijk gaat de tijd heel snel in het spel. Dat gebeurt. Oeh, wat was dat geluid? En zit het achter mij aan? Wat een belangrijke vraag. Ja, dus dat ik heel... Ik was aan het op zoek naar een kamer. En kennelijk heb ik een keer... iets gescand waardoor je een kamer kan maken, maar heb ik dat nog niet gescand in deze game? Bladderfish, yes. Dus het is zaak. Oeh, wat is dat? Nice. Zaak om te blijven. Scan dit eerst maar eens. Om blijven te scannen van dingen. Je moet al lang scannen hoor. Oh, wacht, ik heb niet genoeg lucht. Oh jee. Emergency. Ja. Maar ja, dingen scannen, belangrijk. Volgens mij zit er wel echt een... kunnen we dit wrak ook scannen? Volgens mij niet. Volgens mij gaat dit niet gescand worden. Zit hier nog dingen aan die ik kan hebben of zo? Misschien dit of zo? Of kan ik het uit elkaar puzzelen? Volgens mij niet. Oh, hier zit een soort deur. Die openmaken? Nee, oké. Ja, hier kunnen we wel een beetje weinig mee. De muziek op deze game vind ik ook echt super chill. Het past er echt goed bij. Af en toe heb je echt zoiets van, yeah, lekker plaatje. We zouden wel in moeten kunnen. Misschien via... Er is nog één kant die ik niet gekeken heb, maar moet even kijken. Ja, soms komt die muziek echt lekker door. Nee, volgens mij zit het gewoon dicht. Nou, lekker mooie boel is dat. Wow, dat is een coole vis. Bloemelang. Scannen. Ja, en ondertussen pak ik een beetje dingen op. Terwijl ik me terug begeef naar de basis. Kun je dit ook scannen? Nee, dat heb ik zelf gebouwd. Hoef niet te scannen. Misschien kunnen we dit wrak wel scannen. Want ik hoop heel erg dat we die kamer kunnen gaan bouwen. De reden dat ik dat wil is omdat die kamer heeft heel veel ruimte. Dus we kunnen heel veel kisten in kwijt. En dan hoeven we niet later nog een keer... te gaan omzetten en weet ik van wat. We hebben gewoon nu gelijk heel veel ruimte. We kunnen hier niet in, hè? Nee, dat vind ik erg jammer. Oké. Ander keertje. Jammer, helaas. Maakt niet uit. Tijd om die glide te bouwen. Die was niet super duur. Oh, heb ik nog dat berichtje. Oh, daar moet ik nog naar kijken. Zo, dat was wel veel te doen. Hoe heet het ook weer? Oh ja, het is een deplorable. Zie ik luid. We hebben een batterij en een copper wire nodig. En een copper wire, dat is best wel eenvoudig gemaakt. En dan dacht ik dat voor een batterij... Oh, we hebben twee acid mushrooms nodig. Oh, dan moet ik er nog eentje plukken. Toch nog even terug het water in. Het is bijna droog. Acid mushrooms. Dude, ik ben volgens mij gewoon helemaal die floaters vergeten op te pakken. Nadat we ze gekend hebben. Dat is wel een vergissing.
Maar we komen ze wel tegen. Het is best wel dichtbij. Die haal ik nog wel even op. Die kunnen volgens mij wel handig zijn, die floaters. Om dingen naar boven te laten floaten. Ik heb nog niet zoveel meer geëxperimenteerd. Right, tijd om een batterij te bouwen. Blam. De batterij. En nou hoop ik dat dit een soort van useful iets is. Oké, ik neem zo meteen mee. Alle spullen gaan erin. Dikke prima. Ik ga even dat berichtje ophalen. Want misschien... Ja. Yeah. This is an automated bounce back from the Aurora mining vessel. Your distress signal has been received. Oh, ik moet eigenlijk mijn... emergency relief team will be dispatched to your location. The estimated arrival time, 999. 999, volgens mij heb ik niet opgehaald. Oké, okay, chill. Dit ding. Kijk, en als ik nu rechtwijs opduw... Dan ga ik volgens mij veel harder. Ga ik nu veel harder? Ik heb het gevoel dat ik wel wat harder ga. Wacht, dan doe ik even zonder. Dan ga ik zo hard. Het is niet veel sneller, lijkt wel. Het is recht een muis om eigenlijk te houden, toch? Maar ja, er zit wel echt, echt een snelheidswinst in. Dat is leuk. Alleen, kijk, je ziet dat de power best wel snel opraakt. Of best wel snel. Ja, we zitten nu op 80%. Dat is best wel hard. En nou hoop ik dat ik hem ook kan opladen. We moeten even... Hè? Zit er licht op? Cool. Oké, laat ik hem even wegleggen. Oh, het kost echt alle ruimte die we hebben. Maakt niet uit. Maakt niet uit. We hebben nog meer berichtjes. Oké. Okay. Oh, volgens mij zijn dat... Er is een live pod, dus hier in de buurt. Oh, dat is wel echt een avontuur. Andere mensen die ook gecrashed zijn. Want kijk, het ruimteschip waarmee we gekomen zijn is echt enorm groot. Ondertussen dit even doen. Dus waarschijnlijk zijn er nog andere mensen die we moeten fixen of live pods. Misschien kunnen we wel hun spullen hebben. Misschien komen ze wel bij ons wonen. Wie weet. Maar het is echt een kilometer ver, dus dat is wel een beetje een avontuur voor een andere keer. Het gaat wel lekker trouwens. Misschien moeten we even kijken wat we kunnen doen aan power of zo. Kan ik al die multipurpose room hebben? Volgens mij niet. Nee, dan komt er hier nog een stukje bij. Ik denk dat ik eerst dingen moet scannen voordat ik dat kan vinden. Van die zwarte kastjes of zo misschien. Maar dat gaat best wel. Die komt best wel snel dichterbij. Ja, laten we hier nog een stukje aanplakken. Hebben we nog titanium? Nee, we hebben glas nodig hiervoor. Misschien wil ik dat ook wel gewoon niet nu doen. Daar heb ik er niet zo zin in. Weet je wat ik ga doen? Ik ga eventjes gewoon wat dingen scannen. En dan hoop ik dat ik die ruimte krijg. Want dan kunnen we echt een beetje goed verder bouwen. In plaats van dat we gewoon nu iets maken waar we straks niks aan hebben. En ik moet even mijn water regelen. Yo guys. Ik heb een nog zo'n bericht gekregen. En deze live pod waar we echt naast wonen. Kijk nou. Zendt ook een beacon uit. Dus misschien kunnen we nu hier iets inlokken. Is hij nou open gegaan of zo? Dit was eerst niet. Oeh, wat is dit? Een PDA. Download de data. Oké, okay, nu is het gelijk al donker. Radiation suit. Nieuwe PDA data. En als ik dit vasthoud, gaat er dan... dan kan ik het lichtje aanzetten. Oké, okay, het lijkt niet alsof er hier verder nu iets is. Maar ik heb wel een radiation suit gekregen. Heb ik hem ook aan? Ja. Dat is wel echt nice. Wat staat er in het scherm? Dat ze niet weten of er nog andere bemanningsleden zijn. Oké, okay, maar niet uit. Er zijn twee signals die ik heb. Deze kan ik wel uitdoen. Die van signal van 6, want die heb ik al bezocht. Oké, als ik nu deze kant op ga. Hoe snel gaat dit dan? Nou wil ik die andere ook wel. Oh, dat gaat echt met bijna 10 meter per tikje. Dat is best wel veel. Nice. Oh, we moeten alleen echt over dit oerwoud heen. Ik ga het gewoon niet doen. Ik heb er gewoon zin in. Ik ga gewoon hier die spullen ophalen. Ik pak niks op, want misschien moet ik straks nog hele coole dingen oppakken. Behalve deze. Dit wil ik wel hebben.
koper. Die vind ik moeilijk om te vinden. En wie weet zitten er dingen in die wat bijzonderder zijn dan koper. Misschien zilver. Volgens mij kun je ook goud hebben. Dat wil ik ook wel. Oh, kijk, een luchtbel. Ander keertje. Wow, wat is hier gebeurd? En kan ik hiervan dingen scannen? Kijk, we moeten wel in de gaten houden dat we nog goed in onze zuurstof blijven zitten. Maar dat gaat volgens mij wel prima. We zijn al bijna op de helft van de heenweg. Al die bladderfish, kun je die nu ook pakken als je... Het gaat een beetje te snel om te pakken. Die luchtbellen mis ik ook echt helemaal. Oh, hier is een monster, oké. Okay. We moeten ook maar weer eens omhoog gaan. Oh, radiation detected. Oh nee, dit is best wel een beetje een probleem. Om twee redenen. Eén is dat we radiation detected hebben. En twee, omdat we eigenlijk maar nog maar 33 power hadden in onze zwemunit. Maar we hebben gelukkig dat radiation pak, dus misschien dat het meevalt. Maar ik ga heel eventjes het zwemding, de sea glide, ga ik bewaren. Omdat het, ja, misschien moeten we heel erg diep duiken en dan hebben we hem nodig om snel naar beneden te kunnen komen. Kijk, dan zijn we er al bijna boven. Ja, zie je, we moeten 100 meter duiken. Nou kunnen we op zich redelijk snel duiken. Maar we hebben ook 105 lucht. Oké, laten we ervoor gaan. Kijk, dit gaat met tikjes van... Pas al weinig. En ik moet dus in de gaten houden, als ik halverwege mijn lucht zit, dan moeten we terug. Gelukkig hebben we... Stranded Deep heeft ons voorbereid. Oh, hier zitten twee monsters. Oké, okay, maakt niet uit. Nighttime approaches. Yo, maar kan ik dan hierin zijn? Oh, hier zit een gat. Oké. Okay. Nee, niet mij eten. Oké, en nu... Oké, ik heb het zwemding gepakt. Waar woon ik? Daar woon ik. Oké. Okay. Het is nacht, ik zie ook bijna niks. Maar ik heb die PDA data en dat is het belangrijkste voor mij. Is dat waar? Dat ik misschien nog even terug. Ik heb in principe nog wel... Die monsters zitten weer achter me aan. Ja, ik kan niet zien. Laat ik eventjes een medkit pakken. Ik heb niks om te eten. Ik kan nog wel even kijken. Het is wel spannend. Laten we het gewoon even doen. En dan gebruik ik nu niet de... Ik zie het zelf ook niet zo goed. Maar ik gebruik nu niet de zwemvessel. Ik moet die batterij die erin zit nog een beetje bewaren. Misschien ligt er nog iets goeds in. Net hadden we die radiation gear gekregen. Ja, die is volgens mij best wel veel werk om te maken. Oh, daar zitten stomme monsters. Maar ik weet nu waar het gat zit. Dat gaat schelen. Pak mijn mes alvast. Oh, er zit hier wel iets. Probeer een beetje heen en weer te zwemmen. Oh, hier ligt iets. Dit, wat is het? Kompas. Oké, chill. Pak het zwemding. Waar wonen we? Ik ben om me heen aan het kijken. Ik weet dat het helemaal donker is. Hier moeten we heen. Right, 11% power. De diepte staat bovenin het scherm. 60. Prima, we hebben nog 40. Adem. Dit wordt een eitje. En de stroom. Je hoort het ook, het geluid. Of... Is dat het apparaat dat ik vasthoud? Het klinkt meer als een soort van walvis. Ik hoop dat het geen walvis is. Maar volgens mij hebben we het wel gefixt. Laten we dit signaal uitzetten. Bam. Ja, het klinkt toch echt alsof er een walvis is. Right, ik ga even terug naar de basis. Dan kunnen we dan even uitzoeken wat we van die PDA-data gekregen hebben. Yeah, ik heb wat dingen uitgevogeld. Dit hebben we al. En als we dit iets scannen dat we hebben, dan krijgen we daarvoor 2 stukjes titanium. Bonus. Jou wil ik scannen. Oh, ik heb hem bijna. en wat ik nog meer heb uitgevogeld. Even kijken, dat wil ik even laten zien. En daarvoor heb ik wat van die acid mushrooms nodig, die hier staan. En ik denk dat ik er een heleboel ga nodig hebben. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prima. Ja. Oh, ik zou zo graag meer van die kastjes scannen, joh. Ik hoop dat ik zo snel... ik wil zo graag die kamer hebben. Dat lijkt me echt heel chill. En ik wil al deze vis scannen. Carry fish.
Ja, laten we naar binnen gaan, want ik heb dus nu die acid mushrooms en daarmee kan ik batterijen maken. En die batterijen, ik dacht dat het alleen een crafting material was, maar dat is niet waar. Je kan het voor veel meer gebruiken dan alleen craften. Je kan het ook gewoon gebruiken als een batterij. Wow, wie had dat gedacht? Dus hier heb ik er dan een paar van nodig. Yep, en als ik dan nu naar mijn Zeglite ga en ik druk op R, dan kan ik kiezen door AND of met scrollen met mijn muiswiel. En als ik dan op de linkermuis klik, dan zit er opeens een nieuwe batterij in. En dat is natuurlijk fantastisch. Dan heb ik eentje die hier leeg is. En nou had ik heel graag gewild dat ik hem hier bijvoorbeeld in zou kunnen opladen of zo. Dat is nog niet gelukt. Ik heb ook een batterij hier neergelegd. Laat het ook nog niet op. Maar dat is wel echt super chill. Dat we dus gewoon, als we een langere reis moeten maken, kunnen we gewoon een paar van die batterijen meenemen. Kunnen we wel een beetje minder spullen meenemen. Ja, klopt. Maar wel lekker snel. En dat is... ik merk toch vaak wel dat in dit soort spelletjes tijd is wel echt... daar heb je het minst van. Dat is de beperkende factor. Dus het is goed om lekker snel te kunnen gaan. Dus ik ga gewoon lekker veel batterij bouwen. En ik ga nog wat scannen. Misschien nog even een hapje eten, want ik zie dat dat ook wel weer nodig is. En vergeet niet, pro tip, om af en toe een medkit te pakken. Eigenlijk telkens als je hier langs komt, moet je dat even doen. Kijk eens hoeveel ik al heb. Ik kan gewoon, 7 damage. Heal dat, hoppatee. En ik heb nu een kompas. En het staat hier bovenin. Hier zou ik iets zien. Als ik rondkijk. Dus dat gaat echt super. Anyway, ik denk dat dit gaat doen voor deze aflevering. Dat ziet er cool uit. Maar dat gaan we in een volgende aflevering bekijken. Anyway, ik hoop dat je het leuk vond. Laat alsjeblieft een like achter. Laat een comment achter. En ik hoop je allemaal te zien in de volgende aflevering. Tot ziens!